een van meneer Halvemaans signature dishes. Dat was de bread and butter pudding. Ik denk dat heel veel mensen die wel kennen. Die heeft hij volgens mij ook al 25 jaar op de kaart staan. Dat was een van de allerlekkerste desserts die ik ooit heb gegeten, eigenlijk. En dat komt ook weer door de simpelheid, maar het is best wel een complex gerecht eigenlijk. Je moet wel even weten hoe die in elkaar staat. En de details, die maken we hem eigenlijk. Ik heb bij Sandra eigenlijk een beetje een ode aan hem, aan dat dessert gegeven en aan hem dus. Door de bread and butter ook op de kaart te zetten. En wij noemen hem hier de Catalaanse broodpudding. Want ik doe er een beetje kaneel en sinaasappel bij. En dan krijg je een beetje die Spaanse crème catalana gevoel. De bread and butter van meneer Halvemaan is een crème anglaise. Maar niet met alleen eidooi, maar met hele eieren. Daar gaat vanille in. Er gaat heel veel boter in. En wit casino brood. En abrikozenjam. Ik doe er dan in plaats van abrikozenjam sinaasappelmarmelade. Als eerste nemen we een cakeblik. Die smeren we in met roomboter. Die roomboter is ervoor dat we hem later makkelijker kunnen lossen. Dan hebben we het casinobrood in de lengte gesneden. Dat laat ik de bakker doen. En het casinobrood is al een beetje oud. Die heb ik 2 dagen geleden gehaald en in de koeling gelegd. Zodat hij wat ouder wordt, het brood. Zodat hij mooi zo direct de anglaise kan opnemen. Nou, dat doe ik dus bij alle drie. 3 lagen. We gaan zo direct laagjes bouwen in het cakeblik. Wees niet te zuinig met de boter. Dan hebben we de jam. De marmelade in dit geval. Dezelfde manier. Hij deed het met abrikozenjam. Maar hij heeft volgens mij wel echt 10 versies gehad. Toen ik er werkte, was het met abrikozenjam. En rozijnen deed hij er ook nog op. Cakeblik, we beginnen met een laagje anglaise. Zoals je ziet is hij mooi dik. We pakken een laagje brood. En we gaan even kijken, qua lengte hoeven die korstjes er niet af van mij. Hij deed dat wel, maar hij had wat bredere broden. Maar deze snij ik er wel vanaf. Nog even checken. Ja, nog een beetje. Het moet gewoon heel mooi passen. Ja, hij moet mooi in het cakeblik passen. Zodat je straks, als je hem eruit haalt, dan krijg je een heel mooi strakke vorm. En dan kunnen we daar weer plakken van snijden. En dan, de bedoeling is dat je mooi die laagjes anglaise, brood en jam ziet. Volgende laag. En dat herhaal je. Zoals je ziet, dat cakeblik gaat een beetje zo. Dus je hoeft steeds minder af te snijden. Dus ik ga hem weer even checken. Een beetje. We komen bij de laatste plak. En die draaien we om. Dat zal je later met het bakken. Anders verbrand je jam. Cakeblik doen we in een aubergine bak. En dan doen we eventjes ter bescherming bakpapiertje op. En dan hebben we hier de oven op 150 graden. En we gebruiken een kerntemperatuurmeter. Als je die nou niet hebt, kan je ook gewoon een normale vleesthermometer af en toe erin doen.
Hij moet 85 graden kern zijn en dat zal ongeveer een uur duren. Maar ik check hem altijd wel even. Ongeveer in het midden, 150 graden. En dan zetten we hem op 85 graden kern. Hij heeft nu een uur gehad en hij heeft een nacht in de koeling gezeten. Zodat hij mooi die anglaise weer opstijft. En we gaan even kijken hoe die eruit komt nu. Mooi de laagjes zien. Zie je? We maken hem af met suiker. Mooie karamellaag erop. Bij halve maan hadden we een hele mooie brander. Het ging op elektriciteit. Daar deden we twee dingen mee. De bread and butter. En terrine foie. Nu hoeft hij echt maar heel even zo. Tschoek. En dan was het gelijk helemaal mooi en gaal. Dus nu doen we het gewoon met de leibrander. Anglaise is 2 liter room, 2 liter melk, 750 gram suiker en 16 hele eieren. En dan zou ik zo'n 3 vanillepeulen erbij doen. En wat ik nu doe is wat sinaasappel, rasp en een kaneelstokje. Maar ik kan bijvoorbeeld ook een sterrenijs erbij doen. Een beetje wat je lekker vindt. Dan maak je anglaise mee op smaak. Nou, we hebben nog even 5 minuutjes in de oven gehad. Nou, dat was hem. Meneer Halfman deed er nog vanillesaus bij en een bolletje vanille-ijs. Kunt u zelf invullen. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.